Dit is het restaurant dat straks de grote attractie zal zijn van de Rotterdamse Euromast. Het is niet eenvoudig geweest om het naar de top op 100 meter hoogte te brengen. Het kraaiennest, zoals het genoemd wordt, heeft namelijk een gewicht van 240.000 kilo. En men besloot dan ook om het niet op te hijsen, maar op te vijzelen. Daartoe werd het opgehangen aan verticale, van gaten voorziene strippen, die bovenaan de top konden worden vastgepind aan twee stalen jukken. Met hydraulische persen werd het bovenste juk telkens een stukje omhoog gedrukt. Om te voorkomen dat een van de vijzels zou gaan lekken, waardoor het kraaiennest scheef zou zakken, vulde speciaal personeel de ruimte tussen de twee jukken tijdelijk met dunne stalen plaatjes. Het uitermate secure werk werd gedaan door 60 vakmensen, die 133 uur lang onafgebroken in drie ploegen bezig zijn geweest. Langzaam maar zeker kwam de enorme staalkolos omhoog. Na ongeveer 4 dagen had het restaurant 3/4 van zijn luchtreis volbracht. De strippen waaraan het kraaiennest beetje voor beetje omhoog werd gevijzeld, kwamen na verloop van tijd enkele meters boven de toren uit, waarna men deze overbodige uiteinden eenvoudig naar beneden liet zakken. Het principe van het vijzelen werd hier niet voor het eerst toegepast. Wel was het de eerste keer dat in Nederland een gevaarte van 240 ton op deze wijze naar een hoogte van 100 meter werd gebracht. Met de Euromast heeft Rotterdam er een uniek bouwwerk bij gekregen, dat tijdens de Floriade van 1960 de bezoekers een prachtig panorama van de stad en zijn haven zal bieden.